Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. Jaarlijks betaalt de regering miljoenen euro's aan probleemjongeren en vandaag gaan we aan Breda vragen wat we het beste kunnen doen aan deze jongeren. Natuurlijk, probleemjongeren moeten we niet hebben, dus daar moeten we iets aan doen. Maar ik denk dat we veel meer met probleemjongeren samen bedenken wat ze nou eigenlijk nodig hebben dan alles van bovenaf op te leggen. Wel, ik denk dat je moet investeren van jongs af aan in een goede begeleiding waarbij jongeren onder andere sociale vaardigheden leren om met anderen om te gaan. Ik zou het echt niet weten. Nee. Wij hebben een grote familie met veel jongeren en dan gaat het allemaal goed. Dus dat komt, dat weet ik niet bij de anderen. Jongeren moeten zelf meedenken wat ze willen, maar dan moeten ze natuurlijk ook bereid zijn om eens een keer ook wat te gaan doen. Hè. Ik vind wel dat tegenwoordig heel veel niet allemaal zijn. Ik ben echt wel voor de jongeren. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel jongeren die denken van ja, nou, wij hebben rechten. Maar waar zijn de plichten? Die zijn er ook. Ik denk echt gaan investeren in ondersteuning om hoe gedragen we ons? Wat zijn de effecten op anderen? Ik denk dat tegenwoordig heel veel jongeren en ook volwassenen wat weinig empathie aan de dag leggen voor andere mensen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om hen te leren zich in te leven in andere mensen. Zodat ze kunnen inschatten wat iemand anders voelt en wat de effecten zijn van hun gedrag. Dus ik denk dat we het een beetje op de psychologische toer moeten gaan gooien. Natuurlijk moet je daar dan ook geld voor vrijmaken. Want dat kost ook geld. Breda Nu. Je weet het meteen.